Ja, we staan hier bij Sergio Krassen, een Nederlander, maar ook met een Italiaans paspoort. En hij komt uit voor Italië, vandaag hier bij de Lakeside Qualifiers. Kan je eerst vertellen, hoe ging het vandaag met het gooien? Niet geweldig. Scoren was op zich goed, maar te veel dubbels laten liggen. Zat op zich wel in de buurt, maar gewoon niet erin, dus uiteindelijk gewoon niet goed doen. En jouw verhaal is natuurlijk al überhaupt bijzonder. Waarom kom je eigenlijk voor Italië uit en niet voor Nederland? Ik heb een dubbel paspoort. En het is eigenlijk ook een beetje om overleden moeder te eren. Die was Italiaanse. Dat ene en ook sportief denk ik dat ik meer kans heb om voor Italië uit te komen. Ja, en als we kijken naar afgelopen seizoen, afgelopen jaar. Je hebt natuurlijk, je dart nog niet zo heel lang, zei je net al. Je hebt heel wat toernooien afgelopen, van de WDF tot aan de Challenge Tour. Als je nu kijkt naar dat afgelopen jaar, wat zijn de mooiste herinneringen? Waar heb je het meest van geleerd? Je merkt wel gewoon dat je echt stappen maakt. Ja. En wat ik echt mooi vind is dat je dan in Italië, afgelopen week ben ik geweest op het WDF toernooi. En dat dan mensen die je totaal niet kent naar je toe komen van ik heb je gevolgd en gekeken en je hebt echt meegeleefd met de Challenge Tour en met andere toernooien die ik heb gegooid. Dat vind ik echt heel mooi. Dat vind ik het mooiste. Ja. En dat dart in Italië is natuurlijk sowieso opkomend. Is dat misschien ook een extra eer om juist voor een klein dartland te gooien en dan juist Italië op de dartkaart, de dartwereldkaart te zetten? Ja, dat is wel de bedoeling uiteindelijk. Ja. De hoop in ieder geval. Dus als dat zou lukken, dan zou dat heel mooi zijn. We hebben nu Raschini, die gaat naar Lakeside. Dus dat is al een eerste hele mooie stap. Volgens mij de eerste Italiaan op een WK. Dus er komt wel, is ook een hele goede jeugdspeelster. Die komt er ook aan. Dus er zijn echt heel veel ontwikkelingen. Ja, die heeft, was het in Malta volgens mij, in de finale tegen Jacqueline. Hè? Dat is een hele goeie. Die Raschini, als ik het goed uitspreek. Eerste Italiaan op een WK. Hè? Die gaat Lakeside spelen. Wat kan je van hem verwachten, denk je? Wat kunnen we van hem verwachten? Nou, ik heb hem in Italië zien spelen afgelopen week. En dan was hij gewoon echt goed. Dus echt sterk. Kan echt heel goed spelen. Kan denk ik ook wel met de druk omgaan. Dat is bij Italianen soms nog wel eens een probleempje, maar als ik hem zo moet inschatten en hoe hij in elkaar zit, dan gaat echt geen modderfiguur staan op Lakeside. Echt niet. En dan voor jou, jij gaat natuurlijk gewoon volgend jaar verder met darten. Je hebt afgelopen seizoen al PDC-toernooien gespeeld, WDF-toernooien. Wat zijn de plannen voor volgend seizoen? Ga je meedoen aan Q-School bijvoorbeeld? Dat is wel de intentie. Ik moet nog even precies kijken hoe dat allemaal gaat uitkomen. Dat is wel de bedoeling. Ik wil de World Cup qualifier in ieder geval gooien voor Italië. Toernooien in Italië ook al als die, natuurlijk allemaal weer met corona afhankelijk van wat er doorgaat. Die sowieso meenemen. En dan moet ik gewoon even rustig bekijken. Het wordt vast een mooi avontuur, Sergio. Veel succes volgend jaar. Dankjewel. Dankjewel.